Welkom op mijn verjaardag. Ja, ik ben jarig. Ik mag 65 kaartjes uitblazen. Filma! En daar gaat het er lekker goed mee. Hele goedemorgen, lieve vrienden, en welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corine en de Beestenboel. En welkom op mijn verjaardag. Ja, ik ben jarig, ik mag 65 kaartjes uitblazen, maar ja, ik heb geen 65 kaartjes. Nee, daar begin ik ook maar niet aan. Nee, mijn arme longen, moet maar niet. Nee. We zijn dus vandaag op donderdag 23 juni aanbeland. En het is 10:30, ik ga zo lekker uit een mooie, prachtige weer in, samen met deze twee dametjes. En wat komt alles al goed, dacht ik. En Kandalf, die is hier ook, die zit daar, die krijgt zo meteen eerst even eten. En Kandalf, Ja, kereltje. Hé? Happie, je moet happie hebben. Jo. Dus ja, dat dan. Ik heb mijn nieuwe rok aan. Enkel niet mijn nieuwe truitje erbij, want daar is het te warm voor. Hé, joh, kom maar niet eens uit. Daar is het te warm voor. Ik heb gewoon een oud zwart shirtje erbij. Dat moet kunnen. Ik zal even vragen aan Google hoeveel graden het buiten is. Hey Google, hoeveel graden is het buiten? De huidige temperatuur in Den Helder is 21 graden. Dus 21. En dan zijn we nog niet om 12 uur. Meestal is het dan nog heter, dus we wachten het af. Ja, ik doe mijn vest er wel nog overheen, omdat ik over die kou op het stuk moet. Maar voor de rest heb ik dat ook dan, denk ik, nou al nee, is niet nodig. Maar ik doe hem wel aan. En trouwens, ook mijn sleutel. Ja, ik moet toch mijn sleutel mee? Ja. Maar het komt allemaal goed, zou ik zo zeggen. En geniet van alles met wat jullie doen. Maar geniet ook zeker met mij mee, met ons mee. Want ja, ik ben jarig en dat vier ik vandaag. Dus vanmiddag op visite. Enkel, ik kan niet iedere keer een vlog, ook vanwege dat mijn broer en mijn schoonzus komen. En die willen er niet op. Nou ja, oké, daar heb ik respect voor. Maar met de rest kan ik het wel, maar moet ik ook tijd hebben, weet je. Koffie, schink, moet dat ding schink, moet gebak. Ik ga straks gebak snijden, maar in ieder geval. Ook is Mario weer van de partij. Ja, dus helemaal leuk, helemaal gezellig. Dus ik zou zeggen, geniet vooral ook met ons mee. Ja, en daar ligt Elwing lekker in het zonnetje. Die wil nog bruiner worden dan dat ze al is, maar dat gaat het hem niet worden. Nee. Rijke huppelt het heen en weer en die gaat Elwing lastigvallen. Die bekijken het maar. Nou, jullie zien een rolstoel staan. En dan denken jullie van, een rolstoel? Wat moet ze met een rolstoel? Nou ja, die was ooit van mijn mannetje. En die moet eigenlijk tussen neus en lippen door weer terug naar het bedrijf. Nou, en dan zien jullie ook gelijk de slingers buiten hangen, tot hier aan toe. Ja. Dus, maar die rolstoel, die stond eerst niet buiten en die was ook niet eerst hier. Nee, die had ik uitgeleend aan mijn lieftallige surrogaatzusje, Wilma. En daar gaat het weer lekker goed mee. Jo, echt waar. En we hadden het net over tattoos. Want het zulke mooie tattoos. Ook die vind ik prachtig. Ja, echt waar. Die vind ik heel mooi. Maar ja, daar kan je geen sieraden om als die net gezet is, hè? Nee, maar die is al niet net gezet. Nee, maar wanneer jij zoiets laat zetten, dan kan je geen sieraden dragen op dat moment. Niet als ze heen en weer wiebelen en als het te strak zit. Nou ja, en bij mij zit het strak. Dan moet ik ze af hebben tot dat genezen is. Ja, of hoger neerzetten, ja. Wat je wil. Maar in ieder geval, Wilma die is er al.
En we zitten gewoon ook op de rest te wachten. Hé, Rijka? Ja, je hebt het heet, hè? Wie gaat er nou buiten in die hitte liggen? Doe normaal, je. Hey Google, hoeveel graden is het buiten? In Den Helder is het op dit moment 25 graden. Dankjewel. Dus ja, dat is. Nou, ik heb koffie en Wilma heeft thee. En ja, ik zou eigenlijk gebak pakken en dat ga ik zo ook doen, ja. Maar ik moet eerst weer ergens anders naartoe. En dat is naar het kleine kamertje. En dat gaan we eerst weer doen. Ja. Nou, dames. Lief zijn, hè, als er eentje komt. Of grijp ze in de lurven. Mag ook. Als je het maar goed doet. Dus, nou, oké. Tot later. En daar ligt onze Elvinge waar Rijka uithangt. Dat weet ik niet. Die kan, ja, die is buiten, maar daar kan ik nou even niet komen. Ik had een heleboel visite. Mijn schoonzus, mijn broer. Karin, die was er. Die zat daar. Daar zat Wilma, maar daar ging ik nou een mooie bos met bloemen. Die kwam door Jan binnengebracht. Jan, die hier al een stukje vloer heeft gerepareerd, die mijn schuttingsdeur heeft gerepareerd. Maar ik kwam bij een paar voetjes en die voetjes die behoren bij onze Marianne. Hallo, schat. Toppie, dus ja, ik had mijn huisje vol en Karin die is dus alweer weg, ja. En ja, en die bloemen die kwam eventjes Jan zelf brengen in vogelvlucht, want hij moet vanavond ook nog naar iets toe wat droevig is. Dus ja, die heeft haast, die moet eten klaarmaken, bla 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 bla, noem maar op. En ook is onze Mario geweest en die zat op die stoel hier omgedraaid. Nou, wat heb ik gekregen? Nou, een heel leuk doosje van Mario. En daar zat inhoud in, maar ik heb meer inhoud gekregen, zoals van mijn broer en mijn schoonzus. Kreeg ik een kaart nog van binnen, daar gaan we straks naartoe. En daar zat ook inhoud in. Deze heb ik van Marianne gekregen. Nou, helemaal blij mee. Ja. Ja, mijn broer, daar kreeg ik dit van. Nou, ik heb er gelijk al eentje van opgedronken. Nou, jullie zien wel, dat is mijn merk. Dan gaan we naar de kaarten toe. Deze twee hadden jullie al gezien, die kreeg ik voor Corrie. Die kreeg ik van mijn beheerdersteam van de 50PLUS en de andere groepen. Van, nou ja, dat gaan we ook even opnoemen vanzelf, als dat wil. Ik moet het wel willen, zeg ik. Oh jee. Oh jee, oh jee, oh jee, oh jee. Ja. Nou. Van harte gefeliciteerd. Maak er een mooie dag van. Fred van der Kaap. Dat is mijn medebeheerder. Margriet Bogaert, dat is een moderatrice. Tineke Muilweek is ook een moderatrice. Anja Gubbels is ook een moderatrice. En Harma Wolting is ook een moderatrice. Oké, we missen er nog één, maar die is vorig jaar bij mij geweest. Maar die is meer ziek dan wat anders momenteel. Dus vandaar dat we haar er even niet op hebben. Maar ze is nog steeds moderatrice. Maar dat maakt niet uit. Komt allemaal wel weer goed. Die kreeg ik dus van het team. Deze. Maar in ieder geval. Ik ben hier aan het vloggen. Ja, morgen is vrijdag. En dan krijgen we ook nog eens notabene bij iemand een telefoontje. Maar... deze ja. Kreeg ik ook nog van. Dus helemaal erg leuk. En deze kreeg ik van mijn broer en mijn schoonzus. Ook met inhoud. En deze kreeg ik van Jan van Dam. Helemaal blij mee. Dus komt allemaal goed.